hoort het miniluisterspel 's avonds laat. Pardon, weet u toevallig niet wanneer de volgende tram komt? Over een kwartiertje geloof ik. Als er nog één komt, nietwaar? Er moet er nog één komen. De laatste tram rijdt om middernacht. Bent u zeker dat die nog niet weg is? Wat zegt u? Ja, de laatste tram. Is die nog niet weg? Dat ontbrak er nog aan. Kijk toch op de uurregeling. Daar, op dat bordje. Daar staat het. De laatste tram vertrekt om 23:30. Kijk het maar na. Ah, ja, ja. Hier hangt dat bordje. 23:30. Ja, dat is alles in orde. Godzijdank. Ik zou het echt niet prettig vinden als de laatste tram al weg was. Stel u voor, hier, bijna midden in het veld. Ja, ja. Mag ik gaan zitten? Natuurlijk, natuurlijk. De bank staat er toch voor iedereen. Dank u wel. Ja, als een mens moet wachten, is het toch prettiger dat hij kan zitten. Hm? Ja, ja, ja. Houd toch ook wat kletsen, man. Sympathiek mens. Ik zou wel een gesprekje met hem kunnen voeren. Hij heeft misschien toch geen zin om te kletsen. Nog een geluk dat het niet regent. Dus toch. Als het nu zou gaan regenen, zou het helemaal niet prettig zijn om te wachten, nietwaar? Dat is waar. Die is ook niet spraakzaam. Maar goed, dan zal ik maar praten. Ik was eens in Antwerpen. Het regende toen hard, heel hard. En ik miste mijn laatste tram. Echt? Zou u een heel verhaal gaan vertellen? Ja, dat schijnt hem te interesseren. Wel, dat was zo gekomen. Ik was bij mijn broer blijven eten en daarna nog wat blijven hangen. U kent dat. Ik had geen paraplu bij me. Nee. Je gaat een heel verhaal doen. Nee, ik had hem vergeten. Mijn broer zei nog... Zeg, Jozef, zei. Heb je geen paraplu bij, want het gaat regenen. Neem de mijne mee. Maar ik zei dat ik zijn paraplu niet wou meeslepen. Waarom zou het trouwens gaan regenen? En bovendien heb je in de tram geen paraplu nodig. Natuurlijk wist ik toen nog niet dat ik de laatste tram zou missen. Een mens kan dat toch niet vooraf weten, nietwaar? Nee, natuurlijk niet. Die heeft je al 4 keer, nietwaar gezegd. In één woord, het was vreselijk. Je zal het altijd zien. Als je van huis weggaat zonder paraplu, regent het. Maar vandaag moeten we geen schrik hebben, zie ik. De hemel is open, overal sterren, nietwaar? Voor de 5e keer. Ah ja, waar was ik gebleven? Ik was bij mijn broer blijven eten. Ja, daar was u gebleven. Verdomme, hoe is het mogelijk? Wel, als een mens zo goed vol is... Het waren stoofcarbonaden. De vrouw van mijn broer kan geweldig goed stoofcarbonaden gereed maken. Het is haar specialiteit. Ik was dus goed vol en dan drink je achteraf natuurlijk nog een pintje. Nietwaar? De 6e keer. Ik heb dan met mijn broer nog een pintje gedronken... en over koetjes en kalfjes gepraat. Mijn broer is iemand met wie ik gemakkelijk over alles kan praten. Je weet ook wel hoe dat gaat. Tussen broers, hè? Nietwaar? Die 7... Wel, die kijkt daar. Misschien werk ik op zijn 7. Excuseer, ik weet niet of u dat wel interessant vindt. Wat interessant? Ja, wat ik verteld heb, dat ik bij mijn broer gegeten heb in Antwerpen. Ach ja, natuurlijk, ja. Dat interesseert me wel. Ah, dan is het goed. Wat stom van me. Ja, ik had zo namelijk eventjes het gevoel dat... Maar als het niet zo is, des te beter. Maar natuurlijk. Dan is het goed. Dus... Het begon daar ineens te gieten en ik stond daar zonder paraplu aan de tramhalte. En die tram wou maar niet komen, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En in het begin dacht ik er niet eens aan dat er iets kon mislopen met die tram. Een mens denkt nooit direct aan het ergste. Ja. Je zacht. Hij kijkt weer zo raar. Waarom kijkt hij eigenlijk zo raar? Waarom zwijgt hij nu? Wat zou in zijn hoofd omgaan? Hij kijkt zo stiekem. Wie zou dat zijn? Hij heeft een echte boeventronie, een misdadigend gezicht. En wat moet hij hier nog zo laat rondhangen? Wat heeft hij hier zo laat nog te zoeken? Hier klopt iets niet. Nog 8 minuten. Als mijn horloge juist loopt. Waar blijft die tram? Binnen 8 minuten moet hij hier zijn. Waarom kijkt hij op zijn horloge en zwijgt hij nu? Ik moet iets zeggen. Anders denk je nog dat ik bang ben. Meneer heeft een mooie horloge. Oh, wat. Dat is een geschenk van mevrouw. Een heel mooi horloge. Vindt u? Ja, echt zeer, zeer, zeer mooi. Wat heeft hij met mijn horloge te maken? Hij gaat ze toch niet... Het is eigenlijk een waardeloos ding, hoor. Die van u ziet er veel waardevoller uit. Hij kijkt weer zo raar, zo kwaad. Goud? Wat bedoelt u? Uw horloge? Oh, nee. Gewoon minderwaardige rommel. Hij heeft het op mijn horloge gemunt.
Ik zeg ook altijd tegen mezelf, Jozef, zeg ik, je zou je eens een beter horloge moeten kopen. Goeie God. Oh, ik ben ook zo, hoor. Maar ja, een souvenir, hè. Maar anders... heeft een uitgesproken misdadigers gezicht. Hij kijkt zo kwaadaardig. Volgens mij is hij een dief. Spijtig dat ze zo slecht loopt. Wie? Mijn horloge. Tja, die van mij ook. Hij gaat mijn horloge afpakken, je zal het zien. De ene keer loopt ze voor, de andere keer achter. Ik heb er al aan gedacht ze weg te gooien. Dat had ik niet moeten zeggen. Zo, gewoon wegsmijten? Oh, dat is misschien toch een beetje overdreven. Hij gaat ze maar afpakken. Ik ben er nu zeker van. Nee, zo heb ik het ook niet gemeend. Ik zei dat maar om te lachen. Dat dacht ik al. Maar ik geef ze niet aan. Nu zou de tram toch al moeten hier zijn, nietwaar? Zijn achtste, nietwaar. Of zijn negende. Eigenlijk wel, ja. Feitelijk wel. Hoe lang zou het nog duren? Niet naar mijn horloge kijken, niet kijken. Oh, het gebeurt soms dat hij wat vertraging heeft. Een paar minuten. Tijd winnen. Vooral tijd winnen. Hoofdzaak is dat hij komt. Huh? Nietwaar? Beslist. Natuurlijk. Hij wil me afleiden. Weer kijkt hij zo verschrikkelijk. Straks valt hij aan, heel zeker. Ik moet tijd winnen. En wat gebeurt er dan? Hoe, dan? Wel, toen, in Antwerpen. Toen het zo goed. Ach, ja, ja, in Antwerpen. Dat is zijn methode. De mensen laten spreken en dan plotseling... Hup, hij is met zijn gedachten elders. Hij zal aanvallen. Aanvallen zal hij vast en zeker. Wel, plotseling begon het te gieten. En ik sta daar, zomaar, in mijn kostuum. Een tijdje geleden heb ik een man neergemept. Wat zegt u? Dat is het, duidelijk. Ik heb het gevonden. Ja, hij werd brutaal. Daarom heb ik hem neergeslagen. Ik ben namelijk zeer sterk. Je zou dat zo niet zeggen, maar ik kan zeer sterk uit de hoek komen. Ja? Nu begint het. Goeie God, nu gaat het er stuiven. Ja, echt. Hij gelooft het niet. Hij is letterlijk door de knieën gegaan. Door de knieën? Ja, ja, door de knieën. Aha. Als ik niet naar het plein liep, dan staat zeker een politieagent. Ik kan geweldig hard meppen. Echt? Ja, ja, echt. Hij gelooft me niet. Nu ben ik verloren. Als ik één ving verloren, valt hij me aan. En als ik er eerst vandoor ging? Hij kon waarschijnlijk geen karate. Wie? Die man die u neergemept hebt. Ah, die... Ja, ja, natuurlijk niet. Pop, niet te weg. Niet verloren. Ik kan karate. Je hebt zelfs een diploma. Dat is toch die Japanse stijl, niet waar? Ja, ongelooflijk. Voor de kerel in de gaten heeft, ligt hier al. Om het even of hij een goede mepper is of niet, hoor. Dat gaat namelijk razendsnel. Razendsnel. Ja, ja. Ik heb daar twee diploma's van. Dat is geweldig. Ja, ik heb nog een ander diploma. Niet verroeren. Niet verroeren. En dan ik hem eerst mijn horloge geef. Ik heb met mijn boksring op zijn kop getimmerd. Heeft niet eens gepiept. Is gewoon door de knieën gegaan. Met een boksring? Ik heb altijd een boksring in mijn zak. Dat is goed. Dat is heel goed. Die slaat me gewoon in gruzelementen. Maar het verschrikkelijke bij karate is dat alles zo snel gaat. En de kerel is gewoon van de kaart geveegd. Vernietigd. Eén slag en pats, die piept niet meer. Dat is typisch voor de boksring. Eén slag en pats. Ik draag hem altijd in mijn rechterzak. Dat was verkeerd. Nu kan ik mijn hand niet meer uit mijn zak doen. Met een boksring op de kop. Hersenschudding. Hersenschudding. Tja, ja. Als die maar karate had gekund. Wie? Wel, die kerel die u neergemapt hebt. Want wie karate kan, die is toch een beetje... Oh, nee, niet overdrijven. Als ik nog maar mijn hand beweeg, begint hij al van karate te spreken. Hij zou tegen de boksring gewoon geen kans hebben gehad. Oh, ik zou toch maar voorzichtig zijn. Karate wordt ook aan politieagenten aangeleerd. En als ik mijn horloge en die gewoon eens op de bank zou leggen. Nu tel ik tot drie. En dan spurt ik weg. Ik doe ze af. Leg ze neer. Klaar is Kees. Twee. En als je eens mijn geld wil... Die loopt zeker vlugger dan ik, als hij ook al karate kan. God, ik vermoord hem niet. Eigenlijk zou ik moeten roepen. Ik ga schreeuwen. Moordenaar, moordenaar. Onze vader, die in de hemel zijt. Laat hem dan alles maar afnemen. Laat hem dan in godsnaam alles afnemen. Ik ben een man 42. En ik wil leven. Ik wil nog leven. Ik ga aanvallen. Ik val nog liever. Vlug hem. Ik vlieg hem naar de keel. Nu. Nu. Hij komt. Hij komt. Ik ben gered. Ik ben gered, zei Jezus Christus. Hij is er toch nog doorgekomen, die vervloekte tram. He, niet waar? Zeker. Met een beetje vertraging, maar komen doet hij. Dat is de hoofdzaak. En of. Dat valt u tegen, hè, schot?
Heeft die boksering nu maar op, hè? Moordenaar. Ik zet me vooraan bij de watman. Dan ben ik veilig. Naast de watman. Naast de watman. Vooruit dan maar. Zo, na u. Na u? Dat lukt niet, hè? Move het al niet. Dank u. Laat dan niet te trappen. Hoe lang moet ik hier nog wachten? We zijn er al. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Wat is dat voor een zotspel? Dat is hier toch geen hotel? Waarom komen die nu zo dicht bij me staan? Ze zitten in mijn nek. De hele tram leeg en die twee rare kerels vlak naast me. Ik kan me bijna niet verroeren. Waarom staan die hier gevallen? Die willen me toch niet overvallen, zeker? U hoorde het mini-luisterspel 's avonds laat van de Hongaar Florian Kahlo. Vertaling Mark Koopaert, regie Jos Joos, geluidsregie Danny Santens. Rolverdeling, de eerste man was Marcel Hendricks, de tweede man Bart de Ravet en de conducteur Alex Willeke.